Hey, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag ga ik samen met jullie mijn kledingkast opruimen. Het is redelijk netjes, maar ik wil er gewoon weer graag doorheen gaan. Om te kijken of ik eventueel dingen weg kan doen of dingen iets mooier kan organiseren. Dus mocht je benieuwd zijn naar de video, kijk dan vooral verder en doe gelijk dat duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel gaan beginnen. Trouwens, in een aantal video's geleden had ik aan jullie gevraagd of jullie mij wilden helpen met het samenstellen van een outfit. Want in samenwerking met Hadza heb ik toen een outfit mogen uitkiezen. En ik ben blij met jullie inzendingen. De outfit die het uiteindelijk is geworden is de outfit die ik nu aan heb. Alle items zijn toevallig van mijn jewelry. Een aantal items die jullie op mijn Hadza-bord hadden geplaatst waren ook echt items die ik zelf zou kiezen. En er waren ook items die ik heel erg leuk vond, maar eigenlijk in eerste instantie niet zelf zou kiezen. Dus ik vond het heel erg leuk dat jullie die items zeg maar met mij wilden delen. Het was heel moeilijk om een keuze te maken. En er waren ook een aantal items in mijn maat uitverkocht. Dus dat vond ik ook heel erg jammer. Maar uiteindelijk is dit de look geworden. Ik sta nu voor mijn kledingkast met mijn kopje koffie. Want die had ik net gemaakt. Maar ik ga even nadenken hoe ik dit ga aanpakken. Het is meer dat ik ruimte vrij moet maken voor het geval dat ik weer nieuwe dingen wil hebben. Het is wel organized. Ik heb het niet zo lang geleden nog zelf een beetje op kleur gesorteerd. Ik denk dat ik alles eruit ga halen en op mijn bed ga leggen. Of letterlijk naar alles. Alles wat hangt en alles wat ligt. Want zoveel ruimte heb ik ook weer niet. Ik ga alles op mijn bed doen. En dan ga ik gewoon een selectie maken en kijken. Misschien gaat er niks weg, misschien wel. Het is gewoon leuk om eventjes te gaan opruimen. Nou, waar gaan we mee beginnen? We hebben hier alles in bakken. Ik schaam me een beetje voor de hoeveelheid jeans ik heb. Jongens, dit is niet normaal. Oké. Soms kijk ik dan naar klassentours of opruimvideo's van verschillende kledingkasten. En sommige mensen hebben een partijtje een grote kledingkast. Als in Amerikanen, de Amerikaanse YouTubers hebben vaak zo'n inloopkast. En dan denk ik, oeh, dat is wel echt een droom. En dan kom ik met mijn IKEA-kast, wat overigens een topkast is. Dit is toch een partijtje veel. Vaak als ik mijn kledingkast opruim, doe ik het in delen. En dan pak ik eerst plank 1, plank 2, et cetera, et cetera. Maar als ik nu alles op mijn bed heb liggen, denk ik, ik wil hier niet aan beginnen. Oh, het hing netjes. Maar ik ben weer in zo'n stemming dat ik weer wil gaan opruimen. Maar we gaan ervoor! Ik merk dat ik mijn volledige declutter tijd wel heb gehad. Ik heb nu ook echt voornamelijk dingen in mijn kledingkast hangen waar ik heel erg tevreden mee ben. En die ik ook vaak draag. Sommige kledingstukken draag ik amper. Maar dat zijn heel veel basics. Zeg maar zwarte t-shirts, witte t-shirts. Maar die komen altijd wel van pas. Het zijn niet hele gekke items. Dus ik probeer dat wel in mijn achterhoofd te houden. Dat ik de kleding die ik in mijn kledingkast wil hebben hangen ook echt bijna 100% leuk vind. Ik merk dat ik heel veel najaar items in mijn kast heb hangen. En niet zoveel zomerse en lente items. Die heb ik ook ergens anders opgeborgen. Maar zoals dit, een jurkje en een wat fleurrijkere blouse. Wat meer voor de lente is.
Ja, ik heb het dus de afgelopen tijd niet echt aangehad. Maar ik denk dat ik het de aankomende periode wel aan wil doen. Zulke dingen bewaar ik dan wel. Waarschijnlijk doe ik echt niks weg. Ik vind het lastig met heel veel items. Bijvoorbeeld blousjes komen altijd wel van pas. Ik heb best wel wat blousjes. En ik merk dat deze twee toch al mijn favoriet zijn. Of die pak ik heel snel en de andere niet. Maar ik vind ze allemaal wel heel leuk. Dit item heb ik nooit met jullie gedeeld. Maar ik heb deze ooit bij de kringloop gescoord. Van het merk Gary Weber. Voor iets van 4 euro. Ik vind hem heel erg vet. Maar ik heb hem nog niet gedragen. Maar ik vind hem wel heel erg vet. Ik denk dat dit de eerste keer sinds tijden is dat ik oprecht blij ben met de inhoud van mijn kledingkast. Dit vind ik echt een heel leuk pak. Dit is wel echt een zomer- en lentepak. Heel erg luchtig. Ja, ik kan niet wachten om dit weer aan te doen. Deze meid heeft ook redelijk wat blazers in haar kast hangen. Maar ik word er heel blij van. Ik vind het echt heel, maar dan ook echt heel satisfying om mijn kleding items op kleur te hangen. Wow, ik was eventjes gefocust. Alles wat een hangertje had, hangt nu sowieso. Nu wordt het tijd om de rest te gaan organiseren. De broeken zijn nu aan de beurt. Ik heb onbewust heel veel broeken opgespaard. Ik heb heel wat jeans. Ook meer omdat ik op zoek was naar de perfecte jeans. Want ik vind die zoektocht heel erg lastig. En ik heb heel veel andere soorten broeken. We hebben een pantalon. Ik heb fases. Of ik draag non-stop jeans. Of ik draag non-stop pantalons als het gaat om broeken. Ik vind het heel lastig om zeg maar broeken weg te doen. Omdat ik weet dat die broeken dan goed zitten. En dan wil ik ze niet wegdoen. Dit is toch niet meer oké. Dit zijn allemaal donkere broeken en dit zijn mijn lichte broeken. Ik kan er ook geen één weg doen, omdat ik weet van, oh, dit is een hele chille, een beetje mom jeans, maar wat toch strak zit. Dit is een skinny jeans van Tommy's. En die is dan zeg maar mid-rise. En dan hebben we een high-waisted skinny jeans. Een mom jeans, nog een mom jeans. En dit is een ander soort mom jeans, maar dan met een riem. Ja, ik kan wel één mom jeans wegdoen. Maar ik draag dit zo vaak dat ik weet dat ik het ga missen. Dus hier kan op dit moment nog niks van weg. Dat valt nog wel mee vergeleken met al mijn jeans. Aan de ene kant voel ik me verplicht om dingen weg te doen. Maar aan de andere kant, ik weet dat ik het toch draag. Dus dan gaat het niet weg. Maar ik ga even lekker verder. Kijk eens wat ik hier vind. Dit is mijn eigen sweater. Mocht je hem zelf ook willen, link in de beschrijving. Ik heb hier een doos. En ik ga hier al mijn overige sweaters in doen. Die ik niet direct in de kast wil hebben. In dit mandje bewaar ik mijn hoofddeksels, dus mijn mutsen, mijn petjes, mijn baret, mijn nieuwe bed. Ik ben even aan het nadenken hoe ik mijn broeken ga organiseren. Ik kan het ook op de Marie Kondo wijze doen, dat ik het opvouw. Maar ik weet niet in hoeverre dat gaat passen. Thank you.
We hebben hier twee dozen. Deze doos is gevuld met truien. En dan hebben we hier slaapkleding, sportkleding. Dan hebben we hier een stapeltje met al mijn eigen merchandise. Dus drie truien in totaal heb ik hier en een t-shirt. Eindelijk kan ik aan deze bakken beginnen. Want hier heb ik al mijn ondergoed in zitten. Sokken. Ik vind het wel heel satisfying om wit en zwarte sokken te scheiden. Redelijk tevreden met hoe mijn kast er nu uitziet. Hierboven heb ik al mijn schoenen staan. Of nou ja, grotendeels van mijn schoenen. Maar ik denk niet dat ik iets weg ga doen. Want al deze schoenen... Oeh, ik zie iets wat, misschien wat ik weg kan doen. Deze slippers. Ik heb ze al een tijdje en ze zitten op zich wel lekker. Ze zitten wel comfy, maar het zijn niet echt mijn soort... slippers. Trouwens, deze tas is zo vet. Een volger had dit een keer voor mij gemaakt. Dit ben ik overigens. Dan doen we even een korte tour. Mijn schoenen. Al mijn kleding. Mijn riemen. En hier dus mijn tas. En een sjaaltje. Dan hebben we hier de twee bakken. Eigenlijk zou ik dezelfde bakken moeten hebben, want dat oogt mooier. Maar dat heb ik op dit moment niet. En daaronder hebben we de andere twee bakken met inhoud. Mijn truien. Mijn bakken met ondergoed. Al mijn jeans. En daaronder hebben we ook nog een bak. En daarin zitten mijn overige broeken. Mijn joggingbroek en rokken. Nu zijn jullie waarschijnlijk benieuwd naar de items die ik uiteindelijk weg ga doen. Valt nog wel mee. We hebben hier deze trui. Dan hebben we hier nog een trui. Deze is oversized. Ik vind deze wel echt super leuk. Maar ik moet keuzes maken. En dat vind ik heel lastig. En dan hebben we hier een blouseje. Ik heb deze echt al een aantal jaar. Maar ik merk dat ik deze toch niet heel vaak draag. Dan hebben we een andere blouse. En dit is een soort van jurkje. Een simpel zwart shirt. Deze heb ik nooit aangehad. Of misschien één keer. Maar eigenlijk is hij zo goed als nieuw. Dan een ander shirt wat ik eigenlijk ook nog nooit heb aangehad, misschien een keertje. Een broek. Ik doe één broek weg. Oh nee, twee broeken doe ik weg. Op zich is het een prima broek. Ik heb hem ook een tijdje gedragen. Maar jullie weten hoeveel jeans ik heb. Dus ik heb uiteindelijk één skinny jeans weggedaan. Misschien dat ik in de loop van de tijd wat kritischer naar mijn jeans ga kijken. Maar voor nu is het alleen deze. En ja, deze telt soort van niet mee. Want deze heb ik ergens anders vandaag geplukt van mijn zomerkleding. Dan zag ik ook deze tas nog. En ik heb best wel wat tassen. En deze gebruik ik eigenlijk bijna niet meer. Hij is van het merk Abbott Lion. Ik ben wel echt een persoon die regelmatig haar kledingkast opruimt. Of het nou alleen maar netjes ordenen is. Of eigenlijk daadwerkelijk dingen wegdoen. Opruimen is ook wel echt mijn zen momentje. Nu maak ik dan deze video en ben ik ook met de camera bezig. Maar normaal gesproken als ik... lekker aan het opruimen ben, zet ik een muziekje aan. En vergeet ik even alles om me heen. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dat ik jullie misschien heb gemotiveerd om ook te gaan opruimen. Hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!